Pas de hoogte. Uh, hoe gaat het uh, met, bij, bij je nieuwe club? Ja, het gaat goed. Uh, resultaten uh, zijn goed. Door in de beker, uh, uiteraard. Uh, de eerste drie wedstrijden: negen punten. Dat uh, ja, beter kan eigenlijk niet. Maar voor jezelf? Nou, persoonlijk ook wel goed, denk ik. ik uh, nou goed, toevallig vandaag mijn eerste goal gescoord. Uh, aantal assists. Maar goed, ja, ik, zit, ik zit er wel lekker in. Goed naar mijn zin hier. Dus dat, uh, dat bevalt goed. Ja, want. Uh... Je maakte toen de stap, toen speelden ze nog in de hoofdklasse uh, SVZW van de derde divisie zondag. Nu hier naartoe naar de eerste klasse. Hoe groot is dan een, een omschakeling? Want ik kan me zo voorstellen dat het allemaal wat ietsje minder uh, goed is. Ja, goed, inderdaad, toen ik, uh, toen ik die keuze maakte, toen was de, stonden ze wel onderaan. En uiteindelijk ja, weet je dat het, uiteindelijk weet je natuurlijk wel van, ja, de kans is aanwezig dat ze, dat ze gaan degraderen. Je hoopt natuurlijk dat ze erin blijven, want die zaterdag hoofdklasse ja, is gewoon super competitie. En Uiteindelijk, ja, degraderen ze. Um, wist dat het kon gebeuren. Maar uiteindelijk, ja, goed. Je, je gaat op papier twee klassen lager spelen. Um, ja, hoe groot is dat verschil? Tuurlijk zit daar verschil tussen. Dat is, zo simpel uh, is het gewoon. Alleen, um, ja, ik denk dat we met, uh, wel een, gewoon voor deze competitie gewoon een hele goede groep hebben. Een goed team. Uh, waarin we gewoon uh, bovenin mee kunnen draaien. In hoeverre heb je nog binding met HSC? Ja, goed, kijk, die binding met HSC blijft altijd wel. Dat, uh, dat is gewoon, ja, ik heb daar 16 jaar, misschien nog wel langer zelfs, uh, gevoetbald. Um, ja, goed, die, die binding blijft en mijn broertje voetbalt er nog. Uh, ja, dat, die binding zal wel blijven. Ja, want je bent een echte HSC, toch? Ja, nou goed, kijk, ik, als je daar zo lang hebt gevoetbald in de jeugd, uh, vanuit de jeugd naar het eerste elftal, wat op dat moment altijd je droom is natuurlijk, zeker omdat HSC eigenlijk van oud zijn altijd al in de top van het amateurvoetbal uh, meedraaide. Ja, goed, dan, dan haal je dat eerste. En nou, uiteindelijk acht jaar in het eerste gevoetbald. En ja, toen vond ik het ook uh, voor mezelf wel eens een keer tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe uitdaging bij een eerste klasse. Is dat een logisch vervolg voor jou geweest? Ja, logisch. Ja, wat is logisch? Um, op dat moment uh, was het voor mij een uh, totaalplaatje. klopte gewoon. Uh, het zaterdagvoetbal was eigenlijk zeker wel mijn doel. Ik denk van, nou was er een andere zondagclub gekomen. Daar was ik niet gegaan, denk ik. En... Überhaupt hebben we hier in de regio geen zondagploeg, Ja, buiten Kwik dan ook niet meer trouwens. Maar wie op dat moment hetzelfde niveau voetbalde. Nou goed, dat, dat, dat had ik sowieso niet gedaan. En ja, uiteindelijk uh, denk ik die Ja, het weer kwam op het goede moment. En uiteindelijk klopte alles. En uh, ben ik ben nog steeds hartstikke blij met mijn keus. En dan ben je een nieuw huis ben je gaan bouwen daar, daar in Haaksbergen. In, in, in hoeverre uh, is dat een tekenend teken voor, voor je toekomst? Ja, dat heeft niet zozeer met HSC te maken. Meer uh, met mijn eigen toekomst. Uh, sociaal, uh, werktechnisch ook natuurlijk. Ik kom uit Haaksbergen. Um, nou mijn vriendin komt ook uh, uit de buurt. Uiteindelijk is het uh, voor mijn werk. Ik werk ook in Haaksbergen. Dus ja, dat, dat waren de grootste bewegingen waarom ik in Haaksbergen een huis heb gekocht. Maar ja, je, je hebt toch met, met een extra puntje er ook wel gedaan, dat je jouw carrière misschien daar ga, gaat afsluiten. Nou goed, op het moment dat ik dat huis kocht, toen voetbalde ik nog bij HC. Dus uh, dat, uh, ja goed, op dat moment was het ook, ik woonde daarvoor in Enschede. Nou, toen moest ik ook twintig uh, minuutjes rijden naar HC, terwijl ik uit Haaksbergen kwam. Maar goed, dat, uiteindelijk uh, heb ik niet met, met dat oog uh, een woning gekocht in, in Haaksbergen. Maar goed, ja, HC blijft altijd uh, een club waar ik, uh, waar ik goede gevoelens uh, voor heb. Uh, wie ik ook het beste gun. Zoals nu om te zien, is natuurlijk, uh, of om nu te zien hoe ze goed ze doen. Dat is gewoon super mooi om ook, om ook uh, meer te maken.